Disney Channel presenteert de top 5 Miraculous schurken. Op nummer 5 staat Riposte met haar zilveren zwaard. Ladybug maakt gehakt van haar. Op nummer 4 staat Befana. Jij komt hier niet ongestraft vandaan, Marinetta. Oma wordt gemeen. Jij verdient al die cadeautjes, niet verwend nest. Op 3, de grote brullende baby Gigantitan. Zo had ik het niet bedacht. Maar waarom eigenlijk ook niet? Wat is er nu emotioneel sterker dan een baby die een gigantische driftbuik krijgt? Dan op 2, de duistere uil. En hoe voelt het nou om te verliezen en te worden vernederd? Alsof ik een lief poesje iets zou aandoen. Deze val daarentegen is helemaal echt. De ruimte vult zich op dit moment met slagroom. Slagroom die te dik is om in te zwemmen, maar te dun is om op te drijven. Ik hoop dat het lactosevrij is. Jullie gaan verdrinken, langzaam maar zeker. Tenzij jullie de strijd opgeven en jullie miraculouses. En op nummer 1 staat de wanhoopsbeer. Wat doe je nou? Oh nee! Wanhoopsbeer, als je door wil met dit spel, geef me dan Ladybug's Miraculous. Oh, mooie oorbellen. Miraculous verhalen over Ladybug en Cat Noir zie je op Disney Channel.